Het Nederlands clubvoetbal kent meerdere successen. In het Europa Cup 1 toernooi in eerste instantie Ajax, in 1969 de verloren finale tegen AC Milan. De eerste Europa Cup 1 wordt door Feyenoord naar Rotterdam gebracht, nadat Celtic wordt verslagen. En dan volgt de trilogie van Ajax. Tegen Panathinaikos, Inter Milan en Juventus wordt gewonnen in 71, 72 en 73. In 1988 wint PSV de Europa Cup 1. Na penalties wordt Benfica bedwongen. En dan vindt het seizoen 1994-95 plaats. Ajax in de Champions League. Met in de eerste ronde AEK Athene, Casino Salzburg en AC Milan als tegenstanders. De eerste wedstrijd vindt plaats op 14 september 1994 in Amsterdam. AC Milan, de Europees kampioen, met Gullit in de basis. Bij de rust is het nog 0-0. Aan de linkerkant van het veld waar Overmars de bal heeft opgevangen met Nava natuurlijk weer bij zich. Nava wacht even, kijkt goed naar de bal en zo komt Overmars er niet langs, maar in tweede instantie wel. In tweede instantie nog steeds Overmars. Die probeert nu die bal voor te geven en die komt niet over de achterlijn. Nava kan het dan toch nog uitverdedigen. Doet dat zodanig dat Frank de Boer moet koppen. Dat doet Frank de Boer weer goed. En zo lijkt Ajax wakker en ook begonnen te zijn aan die tweede helft. Want nu alles en iedereen op de helft van Milan met balbezit voor Reiziger. Reiziger geeft hem dan naar Vinícius George. Vinícius George moet dan proberen de bal voor te geven, maar geeft hem terug op Rijkaard. Ook dat is niet onaardig. Rijkaard die direct gezelschap krijgt, moet hem dan doorschuiven naar Ronald de Boer. Ronald de Boer die schuift even naar binnen toe. Kluivert met 1-2. Kluivert nog altijd met 1-2 naar Ronald de Boer. Geen buitenspel, dan moet ik ook nog. Ja! Ajax leidt met 1-0! Wat een fantastische goal! Prima gedaan, de grenzen te splinteren in de middenlijn. Het is dus 1-0 voor Ajax. Wat een schitterende combinatie, Jack. Prachtig gedaan. Fantastische bal van Ronald de Boer. En die zoekt Kluivert. Kluivert die heel goed kijkt, het juiste moment geeft. En dan lijkt het alsof Ronald de Boer de bal voor moet geven. Maar met een hele subtiele bal is het Ronald de Boer die laat zien dat hij heel veel techniek heeft. Hij loopt de bal lepeldeelswaarde over Rossi heen. En zo staat het 1-0 voor Ajax. En nu moet Milan iets gaan doen. Milan 12 wedstrijden op een rij, ongeslagen in de Champions League. Kijkend nu tegen de achterstand. 1-0 doelpunt te maken, Ronald de Boer. Reiziger staat daarbij. Reiziger gaat de inworp nemen. Kijkt even waar iemand vrij staat. Rijkaard sprint dan diep om wat ruimte te creëren. Vinícius George komt dan even terug. Bal wordt gegooid richting Rijkaard. Overtreding leek dat van Maldini. Spel mag verder gaan. Leek een overtreding van Baresi. Spel mag verder gaan. Omdat Ajax balbezit houdt. Zij het niet echt makkelijk. Maar de bal ploft dan toch bij Davids op de voet. En dan is Ajax 10 meter over de middenlijn. En dan gaat Liedmanen misschien voor een actie. Liedmanen tussen 2-3 man door. Geeft de bal heel goed door naar de linkerkant van het veld. Waar opeens ruimte is. Misschien voor Overmars. Niet echt terugdekking achter Nava. Goed gezien door Overmars. Komt de bal voor. Mogelijkheid over. Ja, daar gaat hij. Het is Liedmanen. Het is Dani Liedmanen. De bal van Overmars. Komt aan de linkerkant van het veld. De voorzet kan niet goed worden verwerkt door Baresi. Maar wel door Jari Liedmanen. Die haalt uit. Ajax op een 2-0 voorsprong. Schitterende aanval. Het kan echt niet mooier. Die Overmars die ineens de derde versnelling heeft gevonden, zo lijkt het. Passeert Nava alsof hij stilstaat of zelfs nog de andere kant uitloopt. En een heel mooi fraai voorzetje. En Jari Liedmanen, ja, breekt ook voor hem een beetje de band. Want in de competitie is het nog niet gelukt. Maar ja, in zo'n wedstrijd zorgen voor 2-0. Die zal er heel blij mee zijn, zoals heel Ajax heel blij is. En het Olympisch Stadion ontploft binnen. En dan mag Rijkaard de bal nog een keer gaan ingooien. Nu een stukje verder op de helft van Milan. Want Maldini was de man die de bal het laatst beroerde. En Rijkaard schokt naar die bal toe. Zolang hij hem niet in zijn handen heeft, kan Nieto natuurlijk moeilijk geel gaan geven. Rijkaard geeft hem aan Ronald de Boer. Dan moet Ronald de Boer niet te lang gaan wachten. Nieto kijkt nogmaals op het horloge. Hij vindt dat er nog altijd doorgespeeld kan worden. Overmars daarom. Overmars weer naar Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Van Vossen. Dat was het dan. Voor wat betreft deze wedstrijd. De handen gaan omhoog bij Ronald de Boer. Bij ook meerdere Ajaxiden. Het applaus is daverend hier in het Olympisch Stadion. Het is niet alleen daverend. Maar het is ook volkomen terecht. Want Ajax wint met de cijfers 2-0 van Milan. Dat dus 12 wedstrijden op rij niet verslagen werd. Door welke tegenstander dan ook. Krijgt nu een pak slaan. Milan was met 2-0 verslagen. 14 dagen later in Athene tegen AEK Athene gaat het er warm aan toe. Vele toeschouwers zonder toegangskaartjes proberen toegang te verkrijgen tot het stadion. Het is een heksenketel, maar Ajax blijft overeind. Het slechtste wat je dan kan overkomen als club is dat je in een wedstrijd die je een half uur lang beheerst op achterstand komt. Dat gebeurt prompt in de 29e minuut via Savesky een bal door het midden, door het centrum van de defensie van Ajax, Seedorf geklopt.
En Savetski loopt eigenlijk richting Van der Sar. Die twijfelt een meter of 4-5 voor zijn doel staat. En met een laag balletje wordt gepasseerd. Maar het beste wat je dan kan overkomen om die euforie hier bij de Griekse supporters weg te halen, dat is om tegen te scoren. En dat deed Ajax nog geen 3 minuten later via Liedmanen. Het is ook zijn tweede naar de goal tegen Milan. Nu dan de gelijkmaker tegen AEK Athene. Ook in dit geval een bal door het midden. Ik dacht of trouwens op dit moment geen overtreding van Reiziger. Beter maar kan opletten. Balbezit is voor Overmars op de helft van AEK Athene. Bal in de rechtervoet even naar binnen gespeeld op David. David in balbezit kiest waarschijnlijk voor de weg naar de andere kant. Daar ligt wat ruimte, doet hij niet. Speelt die bal wat hard in op Overmars, die echt niet te ver bij hem vandaan staat. En dan moet Overmars er langs, maar dat gaat niet met al te veel overtuiging. En kunnen de Grieken eruit komen. En dat gebeurt, ik zei het al vaker, in de tweede helft met wat meer mensen. Komt er een goede herstel van Overmars. Draait de Liedmanen bovendien keurig weg van zijn tegenstander. Terwijl de Grieken een... Oh, wat een mooie actie van Liedmanen. Speelt Kluivert vrij, dat moet 2-1 zijn voor Ajax. Ja, met een goal! Wat een prachtig doelpunt van Ajax. Op het moment dat de Grieken een vrije trap willen, is het Kluivert. Hoe is het mogelijk? In de competitie deed hij het al. Hij hoopte gisteren in het interview wat ik met hem had, dat hij dat ook een keer in de Europa Cup zou mogen doen. Komt de actie voor 70% op naam van Liedmanen, die heel goed anticipeert. Een tegenstander wegstuurt, vervolgens naar rechts draait. En de bal naar links op de rand van het strafschopgebied speelt. En dan uiteindelijk kan zien met alle Ajax supporters dat Kluivert ontzettend cool is. En die bal werkelijk inkegelt met de linkervoet. Hoog langs de Griekse doelman Ad Basidis. Prachtig moment voor Ajax. Sowieso een prachtig moment om een voorsprong te komen. Maar nou ben ik toch benieuwd of de toestel... Absoluut over en sluiten. Jammer dat Kluivert iets te veel moeite nodig had om die bal onder controle te krijgen. Anders was het gewoon 3-1 geweest. Nu wordt de corner ook slecht genomen. Is het nog niet weg, want het is de Reiziger die de bal voor kan geven. Maar die knalt de bal helemaal aan de andere kant over de zijlijn. Ajax wint in Athene met 2-1. Is natuurlijk terecht heel blij en doet heel goed werk voor het Nederlands voetbal. Maar met name ook voor zichzelf. En het applaus is... Na de overwinningen op Milan en AEK Athene volgt dan de dubbele confrontatie met Casino Salzburg. In het stadion, het Ernst Happelstadion in Wenen, waar later, maar wie wist dat op dat moment, de finale gespeeld zou worden, moet Casino Salzburg worden bestreden. Het is een taaie ploeg en op 19 oktober blijft het 0-0. 14 dagen later thuis zou er afgerekend worden met de Oostenrijkers. Dat dacht iedereen. De rust is nog 0-0. En dan gebeurt er dit. Via Rijkaard. En Ajax houdt toch achterin ook wat mensen vast. Want 0-0 is altijd nog beter dan tegen zo'n smerig goaltje aanlopen. Ajax blijft dan ook nog aan de leiding natuurlijk in die Champions League. Maar ze willen hier allemaal zo graag. En wij willen natuurlijk ook allemaal zo graag dat Ajax dat defensieve voetbal afstraft met al was het maar 1 goal. En daar hebben we nog minder dan een half uur voor. 28 minuten om precies te zijn. Terwijl Kanu nu niet bij de dieptepaas kan van Seedorf. En dan Casino Salzburg het zichzelf lastig gaat maken door in het eigen strafschopgebied die bal rond te spelen. En gestoord wordt door Liedmanen en Kanu. En dan uiteindelijk Ronald de Boer in balbezit komen. Dat duurt ook weer niet lang. Dat is jammer. Want dat zijn van die momentjes waar Ajax van zou kunnen profiteren. Komt dan Casino Salzburg eruit via Mladenovic. Althans, zo lijkt het even. Die heeft in ieder geval de bal. En zijn paas is ook goed naar Jurkovic. Met Rijkaard bij hem. Jurkovic nog altijd helemaal aan de rechterkant van het veld. Zet die bal voor. Zet hem ook niet eens slecht voor. En het is 1-0. Ja, ja, ja. Daar is die vuilige, niepige goal. Daar is die hele smerige goal van Kokkejan. Zomaar bij de tweede paal opgedoken. En 1000 man vieren feest hier in het Olympisch Stadion. En die komen allemaal uit Oostenrijk. Neemt u dat maar voor mij aan. Het is 0-1. Ja, zomaar. Jurkovic, hij is gevaarlijk. Kokkejan, die was er net nog enorm geblesseerd. Maar Ajax zit in de problemen met 17 minuten gespeeld op de klokken. 0-1. En wat een prachtige goal was het. De opzet van Mladenovic op het middenveld. Nu balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer, terwijl Ajax nog maar eens aanzet. Ruim 6 minuten nog. Nou, wat zeg ik, minder dan 6 minuten. Frank de Boer met een paasje naar Michael Reiziger. Reiziger, naar wie kan hij hem spelen? Naar Vinicius George. Vinicius George dan, die een paasje binnendoor zou kunnen geven, geeft hem weer terug aan Reiziger. Reiziger, ja, en dat Casino Salzburg begint steeds fanatieker te storen. Terwijl Motrem nu toekijkt hoe daar Hütter... Reiziger onderuit schoffelt, maar het spel gaat verder via Frank de Boer. Frank de Boer, naar wie kan hij hem spelen? Kan hem geven aan Kanu, althans was de bedoeling, komt een gelukje tegen bij Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Kanu. Kanu nog altijd, dan moet die bal een keertje goed vallen. Vinicius George bijvoorbeeld, die raakt de bal.